Hoi, meester Sander hier in een nieuwe video. En in deze video laat ik je Detective Agency van Play Osmo zien. Super tof, wat heb je ervoor nodig? Een Osmo basis, een iPad, het spiegeltje. Die plaats je hierop. Kijk, nou, dan kunnen we hiervoor kijken. En natuurlijk de Detective Agency set en de app. Die is gratis. Het idee van het spel is dat je je eigen detectivebureau opent. En je gaat dus op zoek naar mysteries in verschillende steden. Dat zie je ook op de achterkant. Je kunt deze steden bezoeken. Die zitten er allemaal bij. En je ontdekt dus allemaal toffe dingen over die steden. En je lost mysteries op. Superleuk. En kinderen moeten dus kritisch kijken. En echt speuren in dit spel. Wat zit erin? Nou, je krijgt zo'n toele koffer. Kijk, super tof. En daar kun je allemaal dingen uithalen. En het gaat vooral over dit vergrootglas. Die heb je nodig. En allemaal verschillende boekjes. Kijk, die plaats je voor het scherm. Kijk, zo cool. En dan kun je gaan zoeken met het vergrootglas. Ik ga het laten zien. Nou, zoals ik al zei, je hebt deze boekjes, die hebben twee kanten. En het toffe is, je ziet hier welke je nodig hebt. Dat gaan we zo meteen zien. Ik zet deze nog even terug. En we gaan de verhaalmodus doen. Het leuke is dat je ook weer hier accounts kunt aanmaken voor alle kinderen. Dus gebruik je in de klas, kan iedereen verder gaan op zijn of haar niveau. Ik zie hier dat ik de bel nodig heb. Die ga ik opzoeken. Hier zo, dat is deze kaart. Osmo Town. En die gebruik je dan. En dat is, wordt steeds heel duidelijk aangegeven. En die plaats je voor het scherm. En hij ziet wat je doet. Oké. Okay. En nu moet ik op zoek naar het politiebureau. Eens even kijken. Waar is het politiebureau? Kijk, ik zie hem hier. En dan plaats ik daar het vergrootglas op. En dan weet hij dat ik hem heb gevonden. Dan kan hij daar naartoe. Ja. En dit is de verhaalmodus waarin je iets dus beleeft. Nu wil hij daar naartoe. Nou, kijk, ik zie hem hier. Ik moet hem altijd op die manier voor het scherm plaatsen. En ik heb hem gevonden. De watertoren. Nu gaan we op zoek naar de trein. Kijk, je ziet hier als ik hem verplaats, dat je dat ook in het beeldscherm ziet. Dus het is belangrijk dat ik hier de trein zie. Dan moet ik die ook recht voor het scherm leggen. Een verkeerslicht. Nee, niet goed. Een gebogen verkeerslicht. Twee gebogen verkeerslichten. Het zijn echt zoekplaten. Ik heb er één gevonden. Nou, de andere nog. Ja, hieronder. Nou, Osmo Detective Agency. Dit is de verhaalmodus. En je hebt dus ook een optie hoe te spelen. Je kunt hem zetten op makkelijk. Medium of hard. En je kunt ook de clues laten voorlezen. De tekst laten voorlezen. Je kan de muziek uitzetten. En de timers uitschakelen. Dus we gaan even kijken hoe te spelen. Nou, pak je vergrootglas. Plaats de juiste kaart in de voorkant van het apparaat. Je drukt dus deze erop. Dat hebben we gedaan. En heel goed, we moeten hem vinden. Je kan ook een hint vragen. En je kunt dus de moeilijkheid aanpassen. Terug naar het spel. En we gaan even terug naar het kantoor. Want er zijn verschillende opties die je kunt spelen. En zo komen er steeds meer levels vrij die de kinderen kunnen doen. En dat is zo tof. Ik heb nog niet de optie gevonden om hier het in Nederlands te laten voorlezen. De hele app is wel in het Nederlands, maar de gesproken teksten nog niet.
Ja, dat was dus een korte impressie van Osmo Detective Agency. Een toffe app van Osmo. Maar wist je dat Osmo nog veel meer apps heeft? Als je de basisset hebt, zijn er al gratis apps die je kunt downloaden. Maar er zijn er nog veel meer met letters, met cijfers, met tangram, met een pizzeria openen, met programmeren. Check mijn website, YouTube kanaal en natuurlijk de website van Osmo om dat allemaal te zien. Ik hoop dat je ze hebt gehad. Doe een duimpje omhoog als je het een toffe video vond. En dan zie ik je bij de volgende. Als je abonneert tenminste. Doei!